Dit is Joost Helms. Hij is klimaatambassadeur en voorstander van Mobility S in Eindhoven. In de pilot Mobility S is gekeken naar een slimme en duurzame oplossing voor parkeerproblematiek. Mobility S gaat om het stimuleren van elektrisch vervoer en delen van auto's. Deze elektrische deelauto's zijn straks te huur voor bewoners en bedrijven. Door de parkeerbehoeften hier in te vullen op een slimme manier gekoppeld aan duurzame mobiliteit met elektrische deelauto's, een PNR, goede openbaar vervoerverbindingen, proberen we mensen op een andere manier hun mobiliteit te laten invullen. Daarmee koppelen we eigenlijk twee van de drie speerpunten op duurzame mobiliteit uit de lokale klimaatagenda, de ketenmobiliteit en het elektrisch rijden. Nou, een van de problemen bij duurzame mobiliteit is dat het ook gaat om gedragsverandering. En volgens mij is het juist heel verstandig om bij dit soort ontwikkelingen aan de voorkant al te bedenken hoe je dat gaat invullen, zodat je nog voordat de mensen er überhaupt wonen, eigenlijk alle alternatieven al voorhanden hebt. Eindhoven is toch een beetje het centrum van technologie en innovatie. En er worden hier hele slimme oplossingen bedacht voor de problemen van morgen. En als stadsbestuur proberen wij daarbij niet in de weg te zitten, maar juist, zoals we hier doen, die stad ter beschikking te stellen als levend laboratorium, als één grote proeftuin, om al die ideeën in de praktijk te brengen. En dat is denk ik iets wat veel meer steden zouden moeten doen. Lokale klimaatagenda, samen het verschil maken.